iedereen kan haken. We gaan vandaag een soort omslagdoek haken. Het begint in een punt en dan ga ik er twee banden aan haken. Dit patroon is vrij dik. Het is een ribbelpatroontje met reliëfstokjes. Niet moeilijk, ook voor beginners te maken. En ik begin dus in een punt en daarna ga ik er banden aan haken, zodat je hem om kan slaan en wat je wil. Ik ga hem dadelijk aan de achterkant vastzetten, maar dan leg ik de camera even anders hoe ik het ga doen. Maar ik vind het heel leuk dat jullie allemaal kijken. De duimpjes omhoog, abonneren graag. De notificatiebel zit naast het abonneren. Daar zie je een belletje en als je die aanklikt, dan krijg je iedere nieuwe video van mij te zien. En ja, ik vind het gewoon leuk als jullie ook iets ronder schrijven, een foto sturen van je resultaat. Ik zet dan altijd de hashtag erbij wat het dan is. Is het het lentetruitje? Is het een poncho puk? En een hashtag is het vierkante matje wat je op je toetsenbord ziet. Maar nou, we gaan gauw beginnen. Ik zal je zo vertellen wat je nodig hebt. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Je hebt nodig wol. Het maakt niet uit hoor welke wol dat je gebruikt. Als je maar zelf een goed gevoel erbij hebt. Ik heb de Royal gebruikt van de Zeeman. Ik had toevallig nog een paar promo bollen liggen. Dus deze. Dit is de promo bol. Ja, hier zit 420 meter op en is 300 gram. En hier heb ik twee voor nodig gehad. Dus ongeveer met 600 gram kan je dus die omslagdoek met twee dassen maken. En ik denk dat ik nog die dassen aan de zijkant vast ga naaien. Dus je hebt ook nodig nog spelden, haaknaald nummer 6, een schaartje, een centimeter, steekmarkeerders. En dan gaan we beginnen. Tot zo! We beginnen met het maken van de driehoek. En de driehoek, ja, die loopt dus altijd in een punt. En het is ook echt lekker, ja, lekker warm, ribbel. Het is niet een omslagdoek, maar je gaat hem dadelijk hier nog twee dassen aanmaken. Links en aan de rechtse kant. En ik ben op dit idee gekomen omdat ik vind een omslagdoek altijd lastig omslaan. En toen dacht ik, weet je wat, we maken er twee lange dassen aan en dan krijg je dit resultaat. En zie je, dit zijn reliëfstokjes, maar het is allemaal makkelijk hoor. Ik ga het heel rustig uitleggen en we beginnen natuurlijk in die punt. Maar zie je hoe leuk resultaat. Tussen die reliëfstokjes doe ik elke keer één losse. Dus je maakt twee reliëfstokjes, een losse, twee reliëfstokjes. En dan krijg je deze heerlijke, warme omslagdoek met das. Zo ga ik hem maar noemen, want ja, dit is het ook. Dus je pakt je draadje, of je wol. Ik leg deze even weg. Zo. Even alles netjes opzij. En dan beginnen we met een opzetlus. Dan sla je je draad om de haaknaald en je maakt 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Dan steek je weer in die eerste steek, steek je in. Je haalt je draad weer om en je maakt een halve vaste. Dan heb je hier je beginrondje. Dan begin je met 3 lossen. 1, 2, 3. En dan gaan we 3 stokjes maken. In deze opening. Eén. Twee.
2. En je draadje, die laat je aan de onderkant. Dat is altijd zo met een driehoek. Als je een driehoek haakt, dan laat je het draadje altijd aan de onderkant. Dus dit is al je eerste toer. En dan zie ik je terug bij de tweede toer. Tot zo! Dan hebben we toer 1 gehad, gaan we nu aan toer 2 beginnen met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan keer je het werk. En dan gaan we beginnen met een stokje tussen in die eerste opening. Dus tussen die eerste en die tweede in, hier gaan we een stokje maken. Dan 1 lossen. En dan gaan we een stokje in die middelste opening maken. Een losse. En een stokje in deze opening. Dus tussen die laatste in. Daar gaan we een stokje maken. En een losse. En nog een stokje in diezelfde steek. Want die hebben we hier dus ook zo als je dit meetelt. Dus we gaan een stokje, een losse en een stokje in die laatste opening doen. En dan zit je tweede toer. Die ziet er zo uit. En dan gaan we naar toer 3. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Dan gaan we nu naar toer 3 met 3 lossen. Je houdt dit draadje aan de onderkant. 1, 2, 3. En dan keer je je werk, je draait. En dan gaan we nu in deze opening een stokje zetten. 1 lossen. En dan gaan we op dit stokje gaan we een reliëfstokje maken. En dan gaan we hier tussenin een gewoon stokje maken. En op dit volgende stokje een reliëfstokje. Je steekt dus voorin, je duwt het stokje omhoog. En je maakt een stokje. Stelt niks voor hoor, een relief stokje is eigenlijk net zo makkelijk. Dan nog 1 losse. Gaan we hier nog 1 stokje in maken. En dan weer een relief stokje. Dus we duwen deze naar voren. We steken voorin. Haaknaald erachter, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan zijn we in die laatste opening, daar gaan we een stokje zetten. Dan een losse en dan nog 1 stokje. En dan zit je derde toer er zo uit. Dus je hebt 3 lossen gedaan, een stokje in de eerste opening, relief, een stokje, relief, een stokje, relief, een stokje. En nog een stokje op het eind. En dan gaan we naar toer 4 en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Dan beginnen we nu toer 4 met 3 lossen. 1, 2, 3. En we keren het werk weer. Je houdt het draadje naar onderen. Dan gaan we in deze opening 1 stokje zetten.
Dus echt tussen die eerste drie lossen en het stokje in. Daar gaan we een losse zetten, of een losse, een stokje. Zo, één stokje. En dan maken we allemaal relief stokjes. Eén. Twee. Drie. En allemaal ga je van vooraf de naald in, omhalen en weer het stokje afmaken. Een relief stokje dat en zeker allemaal aan de voorkant stelt niks voor. Haakt eigenlijk nog makkelijker dan in de steek. En hier in die laatste opening, hier zetten we nog een stokje in voor de meerdering. Dus we gaan in die laatste opening, hier zetten we nog een stokje in, een losse en nog een stokje in die laatste opening. En als het goed is, heb je die drie lossen. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stok, ja, 8 relief stokjes en 2 gewone stokjes. Maar dan komt het er zo uit te zien als je deze meetelt: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En dit was de vierde toer. En dan gaan we nu naar toer 5 en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! En dan gaan we nu naar de vijfde toer. 1, 2, 3 lossen. Je keert weer je werk. Je gaat eerst een stokje hierin maken. Zo begin je altijd de toer. Dat is je meerdering. En nu even kijken of ik uitkom. 2, 4, 6, 8, 9. Nou, nu gaan we eerst dus 2 relief stokjes, een losse, 2 relief stokjes, een losse, 2 relief stokjes, een losse, 2 relief stokjes, een losse. En een stokje hierin maken. Dus je eindigt altijd met een relief stokje, een losse, een stokje. Nu een relief stokje gedaan hier. Dan ga ik nu een losse doen, want ik doe er elke keer nu een losse tussen. En nu ga ik 2 relief stokjes maken. 1. 2. En een losse. En weer 2 relief stokjes. 1, 2 en een losse. Even garen pakken, momentje. Dan weer 2 relief stokjes. 1. Twee, één losse en met 2 relief stokjes. 1, 2, dan weer één losse. En in die laatste opening gaan we een stokje doen. Een losse. En weer een stokje.
Zie je dat je dan die leuke ribbel erin krijgt? En dan gaan we nu naar de zesde toer. Dit is de eerste, tweede, ja die derde zit aan de achterkant, vierde, vijfde. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! En dan zijn we zo geëindigd bij de vijfde toer. En dan gaan we nu aan de zesde toer beginnen met drie lossen. 1, 2, 3 en we keren weer het werk en je houdt de draad aan de onderkant en je begint iedere toer met 3 lossen, je keert het werk en dan begin je met het eerste stokje in deze opening. Dit is ook je meerdering en dan kijk je weer, hier zit een stokje. En hier zitten die groepjes van 2. Dus hier gaan we een relief stokje opzetten. En we doen nu geen losse, want we zien hier, we hebben hier een stokje. En we moeten iedere keer groepjes van 2 relief stokjes hebben. Dus we beginnen hier. Je gaat je haaknaald erachter steken, omslaan, doorhalen, omslaan, door 2, omslaan, door 2. En een losse. En dan zie je hier weer een groepje van 2 stokjes en dan gaan we weer relief stokjes van maken. Omslaan, achter het stokje door, omslaan, je haalt je draad op, omslaan, door 2, omslaan, door 2, omslaan, een relief stokje, omslaan, door 2, omslaan, door 2 en weer een losse. En zo herhaalt het patroon zich de hele omslagdoek. Weer 2 relief stokjes. En dan lossen tussen de groepjes in. En weer 2 relief stokjes. Lossen en met 2 relief stokjes en een losse. Dan zie je dat je hier weer een groepje van 2 hebt, dus dan gaan we weer 2 relief stokjes op maken. En dan gaan we in die laatste opening begin je altijd met een stokje, 1 losse en weer een stokje. Dus dit, hiermee eindig je altijd de toer. En dit was toer 6 en dan ziet het er zo uit en kijk hoe leuk dat je dan die ribbel hebt en aan de achterkant, als het goed is, heb je 2 rijen ribbels en je houdt deze draad goed aan de onderkant en dan ga je zo heel je doek afmaken, want ja, ik kan toer 7 nog wel nog een keer doen. Dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! Dan beginnen we nu aan toer 7 met 3 lossen. We keren weer het werk. En je begint weer in die eerste opening met een stokje. En een losse. En hier zie je weer 1. Oh, dus de losse hoeft niet nu, sorry. We beginnen meteen met het relief stokje.
Zie je, dan heb je een groepje van 2 gemaakt, maak je 1 losse. En dan ga je weer iedere keer die groepjes van 2 reliëfstokjes maken. Als het te snel gaat, je kan de snelheid altijd langzamer zetten op YouTube. Op het tandwieltje klikken of op de 3 verticale puntjes. En dan, ja, dan zet je de snelheid langzamer of juist sneller. Als je zegt, nou, ik kijk eerst even de hele video af, dat is ook verstandig. Dan kan je hem ook even natuurlijk iets sneller zetten. Dus je kan deze gewoon bij de tv haken. En wil je alleen een punt haken, dat is ook prima, dat kan ook. Vergeet niet de losse tussen te doen, tussen de 2 groepjes van de, ik ga nu even wat sneller, hè, van de reliëfstokjes. En dit zijn de laatste 2. 1. Twee, 1 losse en dan gaan we hier weer een stokje, 1 losse en een stokje doen. Zo eindig je iedere toer en je begint weer iedere toer met 3 losse en dan ga je hier een stokje tussen zetten, een reliëfstokje, een losse, 2 reliëfstokjes, een losse, 2 reliëfstokjes en een losse. En zo maak je de hele omslagdoek. Het is echt leuk om te doen. En dan maak je de lengte. Je haakt nu verder tot hetzelfde patroon, tot ongeveer 40 centimeter. Je mag ook langer, wat je wil. En dit is ongeveer 16 inch. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Als je de omslagdoek klaar hebt en je wil er banden aan haken, dan pak je je steekmarkeerder en dan zet je op, even de centimeter erbij pakken, op ongeveer 20 centimeter. Daar zet je je steekmarkeerder in. En dan ga je nog 1, 2, even kijken hoor, 1, 2, 2 toeren ga je nog even die zijkanten meerdere, zodat je toch nog een beetje die punten hierin loopt. Maar ja, je mag hem ook rechterop zetten, maar ik heb besloten om het 1, 2, 3, ik geloof 3 toeren, nog even zeker weten, 1, 2, ja, nog 3 toeren, dat je die zijkanten hebt, dus ongeveer een centimeter of 2, 3 haak je nog de schuine kant verder. En dan is het alleen nog maar recht naar boven haken, dat je echt een das krijgt. En die is ongeveer 20 centimeter. En de lengte heb ik gemeten, die is 60 centimeter. Dus je zet de steekmarkeerder erin. Ik kom zo bij je terug en dan leg ik je uit hoe je de rechterkant kan maken. Hier kan je ook altijd nog een leuk lint doorhaken, wat je nog wil. De afwerking straks doe ik in een andere film, maar nu leer ik hoe je een omslagdoek met banden maakt. Dan zie ik je daar weer terug. Tot zo! Als het goed is heb je nu wel een eindje de banden gehaakt, of de das eraan, hoe je het noemen wil, en die loopt natuurlijk gewoon recht aan deze zijkant en aan deze zijkant. En ik zal eventjes laten zien hoe ik de zijkant doe. Ik heb hier nog weer die groepjes van die 2 reliëfstokjes. 1. 2. Dus nu komen we op de hoek, of op de, aan de zijkant. Ik vind die zijkant ook, straks ga ik nog een andere video maken. Ja, hoe dat ik het allemaal afwerk, maar ik vind het ook heel leuk om iets doorheen te, ja, een soort lint of zo doorheen te halen, maar ja, er zijn zoveel variaties op, die moet ik nog bedenken, maar dat laat ik in een andere video zien. 1 losse, na die 2 groepjes doe je allemaal 1 losse,
En dan de zijkant is gewoon dus een stokje in die laatste opening. En gewoon een stokje. Dan gaan we het weer keren met 3 losse. 1, 2, 3. En je keert het werk. En je begint weer gewoon met 2 reliefstokjes en een losse. Dus je begint met 2 reliefstokjes. En een losse. En zo herhaal je het hele patroon. Ja, het haakt zo lekker weg. Ik vind het zo fijn om reliefstokjes te haken, omdat je dan niet in de steek insteekt, maar ja, achter het stokje. En doordat er iedere keer 1 losse tussen zit, tussen die groepjes, heb je ook lekker ruimte om te haken. Dit doe je ongeveer 60 centimeter lang. En aan de andere kant doe je dat ook. Dus ik zal even kijken, nog laten zien waar ik hier die steekmarkeerder in heb gezet. Kijk, daar zorg je dat je ongeveer op 20 centimeter die steekmarkeerder zet. Dan doe je nog 3 centimeter of 3 toeren, dat je toch nog een beetje die schuine kant krijgt. En dan ga je recht omhoog tot 60 centimeter. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! Als het goed is, heb je nu helemaal doorgehaakt tot die 60 centimeter. Ik heb het even uitgetekend om te laten zien hoe je dus dadelijk de panden aan de omslagdoek haakt. Kijk, je hebt hier die omslagdoek, die is 40 centimeter lang, en je hebt je banden, die zijn 60 centimeter lang. En 40 centimeter is 16 inch, en 60 centimeter is 24 inch. Is dit je schouderlijn en dit is het midden voor. Dus je vest komt straks, gaat iets schuiner vallen, omdat deze lange zijde, dit puntje, dit komt helemaal aan de punt van de omslagdoek. Dus deze lange zijde, die maak je vast aan de omslagdoek met, ja, gewoon vaste. Je zet een vaste op de das en je zet een vaste op de omslagdoek. En zo krijg je dan die omslagdoekvest. Dus de lange zijde komt aan deze zijde en je moet een opening houden voor je armsgaten. En dat zie je als je hem aandoet en je met spelden zet je hem eraan vast. En dan ga je met je haaknaald, zet je haakje de omslagdoek aan je banden. En het leukste is als je zelf deze omslagdoek klaar hebt, dat je de hashtag doet omslagdoek vest. Omslagdoek vest. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Graag de duimpjes omhoog. Abonneer, hieronder op mijn foto klikken en ik zie je bij de volgende video weer terug. Tot ziens!